HC Hardenberg in het oranje zag deze week Hamid Zarbaf vertrekken naar Go Ahead Eagles. Het moet het dus in de uitwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys zonder hem doen. Rijnsburgse Boys in een goede serie, 7 wedstrijden op rij ongeslagen. Maar HHC komt na 18 minuten op 1-0. Tieme van Hezel is de doelpunt te maken. Hij frommelt zich erdoor, haalt uit met rechts. Van Nieuwkoop kansloos via de onderkant van de lat 1-0 voor HHC. Wat volgt is een leuke, enerverende eerste helft met kansen over en weer. Maar geen doelpunten. Vlak na rust wel weer van Hezel. En die maakt die knap af. Te meer omdat het met zijn verkeerde linker is. De assist met het hoofd is van Hemmink en van Hezel met links vlak na rust zet hij HHC op 0-2 bij Rijnsburgse Boys. De ploeg dus in vorm, de ploeg die 19 punten haalde uit de laatste 7 wedstrijden. Maar punten gaan er vandaag niet komen, want het is 0-3. Rens van Bentum is de maker na een fraaie combinatie. Randje 16, de uithaal van de spits die afgelopen zomer overkwam van Kwik 20. En zij hebben wat te vieren hoor. Pas 1 keer konden ze een uitoverwinning vieren dit seizoen. Bij de treffers werd het 3-1. Hier zal het niet meer misgaan, want dit is de 0-4 weer van Bentum. Er zit nog even op het voetje aan van Jordi Stroker. Maar het is fraai wat HC Hardenberg laat zien. En de Sallanders gaan door. Dit is Hemmink. Invaller Metai en het is 0-5. Het kan niet op voor HHC op de Middelmors. En achter het doel zien we ook al mensen naar huis gaan. Die geloven het allemaal wel. Die kunnen dit niet meer aanzien. Nou, dan missen ze toch nog een doelpunt van Rijnsburgse Boys. Serboni kopt door en topscorer Tillema bij de tweede paal. Ja, de Passinici kunnen nog juichen. Maakt de eretreffer voor Rijnsburgse Boys. Joël Tillema, dat doet hij goed. Maar het is natuurlijk een doekje voor het bloeden van Rijnsburgse Boys. Want het slotakkoord is van HHC Hardenberg. De vrije trap is van Hemmink. Het is 1-6. HHC Hardenberg walst over Rijnsburgse Boys heen. En stapt met een heel goed gevoel in de bus terug naar het oosten.